Welkom. Veel kijkers van TV Berchem zullen vast denken, waar is TV Berchem terechtgekomen? Wij zijn te gast in de Tweede Kamer in Den Haag. En wel op de kamer van Lilian Marijnissen. Nou, hartelijk dank dat we hier mochten komen. Ja, van harte welkom. Hartstikke leuk om hier een keer een kijkje te nemen. Ja. Je hebt bij de FNV gewerkt, raadslid geweest en nu Kamerlid. De eerste paar maanden zijn inmiddels voorbij gegaan. Hoe is dat gegaan? Hoe heb je dat ervaren? Ja, klopt. Ik heb de eerste 100 dagen, zoals dat dan heet, erop zitten. En hoe ik dat heb ervaren is heel spannend natuurlijk. Je begint aan iets nieuws. In Den Haag, ver weg van Os, nieuwe omgeving, nieuwe mensen. Veel media dingen natuurlijk ook eromheen. Maar vooral ook, ik wil het graag goed doen. Volksvertegenwoordiger zijn, het volk moet een vertegenwoordiger mogen vertegenwoordigen, dat is nogal wat. Ja. Dus ik vond het vooral heel spannend en wel ontzettend veel geleerd, ontzettend veel gedaan gezien. Maar vooral ook heel veel zin om nog slag te maken. Ja, meer te bereiken. Ja, want je staat natuurlijk nummer 3 op de kandidatenlijst. Ja. Voelt dat niet als een bepaalde druk? Ja, nou precies, dat is natuurlijk wel zo. Aan de ene kant is het heel fijn dat de SP de partij vertrouwen heeft en mij gevraagd heeft van goh, zou je dat willen en ook op die plek. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Aan de andere kant wat ik zeg, ja, je wilt het natuurlijk wel vanaf dag 1 dan ook goed doen. Ik heb niet het idee dat je hier even een half jaar erin kan komen en een beetje van bijlezen. En het is best wel een aparte wereld hier hoor, met een hele dag vergaderingen, heel veel stukken die je moet lezen, allerlei procedures die je moet kennen, natuurlijk het politieke spel wat je moet beheersen. En dan ook nog eens nadenken over ja, hoe krijgen we nou de belangen van de mensen die op de SP hebben gestemd, hoe kan ik die hier nou het beste vertegenwoordigen? En dat is nog niet zo makkelijk. Nee, want het politieke proces en alles wat je erbij moet leren, zit je nog in de fase dat je dat aan het leren bent? Of heb je het inmiddels een beetje? Nou, ik moet zeggen, nu de eerste 100 dagen erop zitten, nou heb ik het idee dat ik allemaal een beetje weet hoe het hier werkt. Er gaan hier ook continu allerlei bellen af bijvoorbeeld. Lange bel, korte bel, 2 keer lang, 3 keer kort, dat betekent allemaal weer wat anders. Nou, dat moet je ook allemaal maar net weten. Je hebt allerlei verschillende manieren hoe je jouw onderwerp bijvoorbeeld hier op de agenda kan krijgen. Als je een debat wil aanvragen, je kan een schriftelijke reactie vragen. Je kunt een schriftelijk overleggen, mondeling overleggen, schriftelijke vragen, mondelingen vragen. Nou, allerlei verschillende manieren. Ja, en voor je een beetje in de gaten hebt hoe dat allemaal werkt, ben je inderdaad zo 100 dagen verder. Ja. Ja. En je hebt een tijd terug je eerste maiden speech al gehouden. Was dat spannend voor de eerste keer? Ja, super spannend. Want je medespeech is eigenlijk je eerste toespraak in de plenaire zaal, hè, dus in de grote zaal. Nou, die was voor mij al, geloof ik, meteen de week na een installatie, dus ook was als een van de eerste aan de beurt. Ook nog over een heel belangrijk onderwerp, namelijk de zorg in verpleeghuizen. Ja, daar ben ik vanuit de vakbond ook al lang mee bezig geweest, maar dat is ook echt iets wat heel veel mensen in Nederland natuurlijk echt heel nauw aan het hart gaat. En het mooie was wel dat het uiteindelijk ook gelijk gelukt is, weliswaar met een tussenstap, want eerst werd mijn voorstel afgewezen, maar 2 weken daarna ging het alsnog door, dat er een aantal honderden miljoenen extra voor de verpleeghuizen komt. En ja, dat is dan natuurlijk wel mooi, dat je ook echt wat kunt bereiken hier voor iets wat zo belangrijk is. Ja, want dat is gisteren bekend geworden, de staatssecretaris die in juni 2018 heeft goedgekeurd. Ja. Dus dan moet het voor jou echt heel fijn zijn. Zeker. En we hadden eerder al 200 miljoen extra. Nou kwam hij weer met nog eens een keer 435 miljoen extra. Dus dat is wel goed nieuws natuurlijk. En kijk, wij hebben als SP altijd gezegd, er is 2 miljard nodig om te voldoen aan om fatsoenlijke verpleeghuiszorg te realiseren. Maar goed, weet je, het is wel mooi als je natuurlijk toch stapjes kan zetten, de goede kant op en toch dingen hier kunt bereiken. Wel, daarvoor zit je er immers. Ja. Je bent nu al bezig met een aantal dossiers waarschijnlijk. Merk je nu dat er nog geen kabinet is gevormd? Heb je daar last van? Ja, zeker. Dat merk je heel goed. Dat merk je aan de ene kant, omdat bijvoorbeeld op mijn terrein de zorg is bijna de helft, veel meer dan de helft eigenlijk, zijn controversieel verklaard, zoals dat dan heet. Dus dat betekent dat er nog eigenlijk niet over gesproken worden tot er een nieuw kabinet zit. Ja, en de wereld staat natuurlijk niet stil ondertussen, er gebeurt van alles. Dus dan is het soms best wel frustrerend dat je, je wilt van alles, je wilt dingen bereiken, dat je daar dan niet over mag spreken. Of, om nog een frustratie te noemen, vorige week wilden wij het eigen risico met 100 euro verlagen. Nou, superbelangrijk verkiezingsthema geweest. Eigenlijk alle politieke partijen hebben dat in hun programma staan, behalve de VVD en D66.
Dus een supergrote meerderheid is daarvoor. Ja, en dan is het toch zo dat CDA en ChristenUnie zeggen, ja, het staat wel in ons verkiezingsprogramma, we zijn het er eigenlijk ook wel mee eens, maar we gaan toch niet nou jouw voorstel steunen. Want we zijn aan het formeren. Ja, dat is natuurlijk echt wel heel erg balen, want je wilt, je wilt iets kunnen betekenen voor mensen. En dat betekent waarschijnlijk wel dat ze nou een jaar langer sowieso zullen moeten gaan wachten voordat iets aan het eigen risico gebeurt. Ja. En dat is voor heel veel mensen wel een enorme drempel. Ja, een hoop geld, ja. Zeker €385 per jaar. Dus ja, als je dan iets aan kunt doen en je bent het erover eens, dan is het wel heel lastig te bevatten dat je het dan alsnog niet voor elkaar kunt krijgen. Maar ja, dat hoort er waarschijnlijk hier ook bij. Ja, dat blijft allemaal lopen, ja. Die dossiers. Je hebt een tijdje terug, heb jij fictief een patiënt cadeau gekregen. Ja, hier staan ze. En hier staan ze inderdaad achter ons, naast ons opgesteld. Jij gaf aan, hè, tenminste waar je eigen hoort, ik heb liever een patiënt cadeau dan een fles wijn. Absoluut, ja. Dus dat is natuurlijk ook heel mooi om te horen. Kun je eventjes uitleggen waarom? Ja, zeker. Nou, mag ik u voorstellen aan Corina. En dit is Lies uit Olsen, ja. En Dick uit Arnhem. En ik heb een cadeau gekregen, zoals dat dan heet, van de Patiëntenfederatie. En weet je, kijk, als volksvertegenwoordiger is volgens mij het allerbelangrijkste dat je nooit vergeet voor wie je het doet, namelijk voor de mensen. En ik probeer eigenlijk in mijn dagelijks werk altijd te zorgen over welk debat ik ook heb, dat ik eerst met de mensen om wie het gaat heb gesproken. Dat is echt het allerbelangrijkste. Maar daarom vond ik dit wel een heel mooi initiatief, want ik verbaas me echt over hoeveel cadeautjes, uitnodigingen, borrels inderdaad, waar je wordt gevraagd, je krijgt als nieuw Kamerlid. Dat is echt ongelooflijk. En wat ik zei, ja, daar kan ik echt helemaal niks mee. Maar dit vond ik wel een heel mooi initiatief. Ja. Dus de bedoeling is dat zij echt nauw contact met mij houden en ik met hun over wat ze zoal meemaken in de dagelijkse praktijk. En dat wat hier allemaal besproken wordt in Den Haag, wat dat gewoon voor impact heeft op hun leven. Ja. Nou is pas sinds kort hè, dat jullie gekoppeld zijn, dus misschien is er nog niet zo heel veel gebeurd. Maar kunnen jullie wel al ervaringen delen? Ja, zeker. Ze zijn denk 2 weken terug of zo met z'n drieën hier al op bezoek geweest. Toen hebben we eigenlijk gesproken over wat is er nou allemaal in Den Haag zo op de agenda, wat jullie aangaat. Ze denken mee over onderwerpen die hun direct aangaan. Maar we hebben ook wel gewoon tussendoor contact via de mail of via de app over actuele dingen. Als er iets in het nieuws is van, goh, denk jij hierover? Hoe zal ik hierop reageren? Of ze vragen dingen bij mij aan. En ik heb afgesproken dat ik ook nog een keer bij Dick in Arnhem ben ik al een keer thuis langs geweest. Maar dat ik ook nog een keer bij Lies en Corina thuis langs ga. Om ook eens in hun thuissituatie door te praten, weet je wel. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, daar heb je toch een ander gesprek. En het is ook voor mij wel goed om te zien hoe zij wonen, waar ze tegenaan lopen. Wat er wel goed gaat, wat er niet goed gaat. Dus dat gaan we nog doen. Ja, nou heel mooi om te horen. Hè? Je bent natuurlijk heel erg betrokken bij mensen, dus dat blijft wel. In Os was het misschien iets makkelijker als hier in Den Haag. Ja, dat klopt wel. Ik heb natuurlijk 13 jaar in de raad in Os gezeten. Kijk, en het voordeel van de gemeenteraad is dat je doet je boodschappen in Os. Je bent daar natuurlijk continu, dus je ziet met eigen ogen dingen, je spreekt mensen. Ja. En hier in Den Haag, als je niet uitkijkt, dat heb ik al wel gemerkt, dan verzuip je zo in alle paperassen en de papieren en de vergaderingen. En dat zou ik echt het allerergste vinden, dat je vergeet voor wie je het doet. En ik dwing mezelf dus ook echt, dus pas geleden heb ik bijvoorbeeld een debat over een nieuwe wet in de ambulancezorg. Nou, dan ga ik eerst een dag mee rijden op de ambulance, weet je wel. Dan vinden de mensen ook hartstikke mooi dat je dat doet als Kamerlid. Ja. En voor mij is het ook fantastisch. Om er wel bewust van te blijven, dat ook heel belangrijk is voor mensen natuurlijk. Hè? Zeker, ja, absoluut. Ja. En Oost-Den-Haag is natuurlijk een behoorlijk eindje rijden. Rij je elke dag op en neer? Nou, ik heb dat heel snel opgegeven, om eerlijk te zijn. Want de dagen zijn hier heel lang. Dus je vergadert 's ochtends, 's middags en 's avonds. Dus in 3 dagdelen. Dus het kan hier gerust 11, 12 uur 's avonds worden. En als je dan weer om 8, 9 uur 's ochtends hier ook weer moet beginnen, dan is het eigenlijk geen doen om elke dag op en neer te rijden. Dus ik woon nog wel gewoon in Os, maar ik blijf door de week wel vaak een nachtje hier. Ja, ben je niet bang dat je de binding met Os, met Brabant, een beetje kwijt gaat? Nou, daarom vind ik het ook fijn om er wel te blijven wonen. En in ieder geval altijd gewoon als het hier klaar is weer terug te gaan. En dat voelt dan ook echt wel een beetje als, ik mag weer naar huis. Weet je, als je dan naar Brabant rijdt en naar Os, dan is het gewoon zo fijn om ook weer thuis te komen. Ja. En weet je, ik woon natuurlijk al mijn hele leven in Os. Ik word volgende week 32, ik woon al 32 jaar. En dat wil ik niet loslaten. Nee. Ja, ik ken natuurlijk heel veel mensen daar, hè, sociale contacten. Ja, alles, jij hebt alles. Ja, familie, vrienden. Ja. Ik mocht net
eventjes in jouw kast kijken. Ja. Dan zag ik onderin leuke dingen staan. Zag jij mijn schoenen waarschijnlijk? Dus Lilian die heeft inderdaad hier heel veel schoenen. Maar goed, ik snap dat je hier niet altijd op hoge hakken kunt lopen. En dat je ook wel eens gewoon lekkere makkelijke schoenen hebt. Ja, dat is het. Ja, inderdaad. Ja, voor mensen thuis die dat natuurlijk niet kunnen zien. Ik heb in mijn onderste schat van de kast een aantal mooie hakkenschoenen op een rijtje staan. Die ik dan af en toe snel aan kan doen als we even iets formeels moeten doen of anderszins. Ja. Maar het is af en toe ook wel fijn om gewoon iets aan te doen wat ook prettig is. Toch? Ja, ja, absoluut. Ja. Wij zijn nu bezig met het interview en wat ga je vanmiddag nog allemaal doen? Ja, nou, als jullie weg zijn heb ik nog wel een belangrijke vergadering, debat over de wijkverpleging, over de thuiszorg. En dat is wel relevant ook voor Brabant, want het gaat onder andere over Brabant Zorg en de discussie die ze hebben met verzekeraar VGZ. En een paar weken geleden kwam in het nieuws dat mensen die verzekerd zijn bij VGZ, nou dat zijn heel veel Brabantse, dat die niet geen thuiszorg meer kunnen krijgen via Brabantzorg, omdat ze eigenlijk met elkaar in de clinch liggen. Nou, lang verhaal kort, uiteindelijk is de patiënt de dupe. Ja. En ik ga dus proberen vanmiddag wel met staatssecretaris Van Rijn in zijn debat aan hem te vragen van, goh, is dat nou helemaal de bedoeling dat die zorgverzekeraars zoveel macht hebben, dat ja, als jij thuiszorg nodig hebt, dan moet je dat gewoon kunnen krijgen, punt. En dan mag het niet zo zijn dat een verzekeraar ertussen gaat zitten en gaat zeggen, ja nee, daar mag het niet en daar mag het wel. Dus dat is een belangrijk debat, duurt 4 uur. Zo. Dus dat is mijn programma voor de komende middag. En vanavond, heb ik vanavond toch ook nog iets geloof ik. Ja, sowieso weer de dingen voorbereiden voor morgen. Want ja, dan gebruik je ook natuurlijk vaak de avond van morgen ook weer een ander debat. Dus dat doe ik vanavond ook nog even. En volgens mij heb ik nog wat gesprekken met mensen die ook hier langskomen. Ja. We hebben hier net weer eventjes rondgelopen en het is hier echt een doolhof. Ja. Voordat je hier denk ik alles een beetje kent en alles een beetje weet. Ja. Ja, het is natuurlijk heel groot. Ja. En het is, ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ik ben nu 100 dagen onderweg, maar ik kan ook nog steeds verdwalen hoor, hier in het gebouw. Zo. Dat is echt, dan heb je allerlei verschillende zalen natuurlijk met allemaal verschillende namen. En die fracties die zitten er overal op verschillende plekken. En je hebt heel veel ondersteunende diensten hier in de Kamer die ons allemaal helpen. De griffie met het plannen van de vergaderingen en het notuleren tot aan bureaus die meedenken over de juridische haalbaarheid van wetten en dat soort dingen. Ja. Dus er zitten heel veel mensen hier die eigenlijk allemaal aan het werk zijn om aan het parlement draaiende te kunnen houden. Ja, want ik kan me voorstellen dat je toen nog voor het FNV werkte en in Oslo, dat je heel veel zelf de stukken las, maar dat is denk ik nu onmogelijk. Ja, dat is nou wel onmogelijk, ja. En we proberen ook wel echt te kiezen. Want als je ziet wat voor een papier je allemaal te lezen krijgt. Als ik echt alles van A tot Z zou lezen, dan zou ik nooit naar buiten komen. Nee. En dan zou ik dus ook geen tijd meer over hebben om met gewone mensen te praten. Ja, en dan kies ik er toch voor, dan ga ik liever een middagje mee op de ambulance, een dienst meedraaien. Daar steek ik dan meer van op dan al die papieren lezen. Kijk, natuurlijk, je moet wel weten waar je het over hebt. Ja. En dat is wel belangrijk, maar ik vind het vooral belangrijk om ook met de mensen te spreken over wie het gaat. Ja, zeker. En wil je daar tijd voor overhouden, dan moet je echt kiezen. Dat heb ik al wel gemerkt. Ja, dan toch keuzes maken. Ja. Dat is met de hele politiek denk ik. Zeker, ja, nee, klopt. Keuzes maken. Klopt. Nou, ik vond het echt hartstikke leuk dat je ons te woord wilde staan. Hier ja, daarna. Nou, je super leuk dat je ons in Berchem. Kan ik ook een keer een beetje ossies praten? Ja. Zo, inderdaad. Ja, heel fijn. En, leuk om een keer te zien waar je zit, waar je je werk doet. Nuttig werk in ieder geval. Heel veel voor de zorg, zodat mensen heel erg blij mee zijn. Nou, dus hartstikke bedankt en heel veel succes de komende tijd. Dankjewel en wees welkom hier van TV Berchem als jullie nog een keer terug willen komen. Ja, nou leuk. Staat de koffie klaar? Na een tijd kunnen we weer kijken. Ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende keer.